Iedereen kent natuurlijk de grote slag om Arnhem van september 1944. Maar 131 jaar eerder werd er dus ook al flink gevochten in Arnhem. En dat was precies op deze plek. Hier vonden de meest bloedige gevechten plaats tijdens dat jaar 1813, tijdens de eerste slag om Arnhem. Op 30 november 1813 bestormden de Pruisen Arnhem en versloegen hier het Franse garnizoen. Daarbij sneuvelden zeker 2000 militairen. Rick van Geest uit Arnhem die stuurde ons een mailtje met de vraag: ridders, kunnen jullie eens aandacht besteden aan de eerste slag om Arnhem uit 1813? Rick, uitstekend idee. Gaan we doen. Iedereen kent natuurlijk de grote slag om Arnhem van september 1944. Maar 131 jaar eerder werd er dus ook al flink gevochten in Arnhem. En dat was precies op deze plek. Hier was de Rijnpoort. Die liep naar de haven van Arnhem en dan naar de schipbrug over de Rijn. En hier vonden de meest bloedige gevechten plaats tijdens dat jaar 1813, tijdens de eerste slag om Arnhem. Maar wat was er precies aan de hand? Het is november 1813 en Gelderland maakt al 3 jaar deel uit van het keizerrijk van de grote Napoleon. Maar Napoleon is ondertussen verslagen bij Leipzig. En Pruisische militairen denken: we gaan die keizer nu op de knieën dwingen. En ze trekken de IJssel over Gelderland binnen. Er volgen gevechten bij Doesburg en bij de Steeg. Maar dan breekt de hel pas goed los hier in Arnhem. 25.000 Pruisische militairen en een paar honderd Russen die belegeren de stad. 4.000 Franse militairen moeten de stad verdedigen. En na een beleg van 5 dagen trekken de Pruisen Arnhem binnen. Hier bij de Rijnpoort vinden de heftigste man-op-man gevechten plaats, want de Fransen willen koste wat het kost die schipbrug hier over de Rijn verdedigen. Maar dat mislukt. 1300 Franse militairen komen hier om het leven en 700 Pruisen vinden de dood. Maar Arnhem is bevrijd in 1813 door de Duitsers en door Russen.